We hebben al heel wat honden en katten. Heel wat dieren gered hier in Spanje. Maar vandaag ligt er een in het waterreservoir van onze buurman. Waarvan ik niet helemaal zeker weet of we die wel moeten redden. Ja, dat is van jou, dat snap ik. Hallo, waar is je kop? Oh, daar. Jouw rat, ja. Deze rat is van... hoe ben je nou? Van jou. En zo ruimt de natuur zichzelf netjes op. Hoi, niet omhoog jongen, dat vind ik nou niet zo'n goed plekje hier. Komt hij omhoog? Ja. Ik wou even echt een close-up hebben van zichzelf. Oeps, dan gaat hij wild doen. Daar is de bedoeling, ja. Ga daar nou op, ja. Goed zo. Ik denk dat je erachter zit. Oude eikel. Oude eikel. Ga daar nou niet weer in, sukkel. Ja. Gaat er wel in. Oh, stomme slaan. Je hoort er toch uit. Hé, schat. Nee. Hij durft niet over die treetjes heen. Nee. Hij heeft drempelvrees. Ik denk het ook. Dus. Misschien moeten we hem erin laten. Ja, maar misschien heeft hij nut. Zou het kunnen. Ik bedoel... Ja. Als hij hier gaat liggen stinken. Nou, misschien moeten we iets anders verzinnen. Misschien moet ik erin. Ja, gadverdamme. Nee hoor. Nee, dat vind ik eng. Eng. Nou, ik weet niet hoor. Nee. Ja. Ik weet niet. Blijft dat staan, denk je? Naar te kijken, hij denkt wel van what the fuck. Nee. Spoor van een ontsnapte slang. Zo doe je dat. Hè, Evert? Dat komt. En nu is hij daar. Dus nu moeten we uitkijken waar we lopen. Dat is dan wel weer jammer natuurlijk.